We gaan direct door met Daar bij die molen. Vandaag met een hele bijzondere man. Het is een persoonlijke vriend. Ik ben zo blij dat hij hier is. Ik heb het over de culinaire wervel Pierre Wil. Goed zo, Pierre. Welkom. Hoe is het met je? Fantastisch. De microfoon schoven naar achter, maar dat heb ik altijd met jou weer. Ja, je bent... ik heb alleen maar vragen voor Vincent Codongo voor je. Je bent de laatste tijd... Heb je het nieuws gevolgd? We zijn vanaf begin van dit jaar met allerlei voedselschandalen. We hebben te maken gehad vlees, dat rundvlees dat paard bleek te zijn. Poepbacteriën in gehaktballen. Je kan het zo gek niet bedenken. Is ons vlees nog veilig in Nederland? Jij moet het weten, specialist. Nou ja, ik heb natuurlijk niet elke koe gekeurd. Hè? Dat nee. Zou ik wel lekker vinden, want die uiers zijn heerlijk om vast te houden. Ja. Ik zou het graag willen. Maar, iedere heugse meug. Ja. Nee, maar dat is echt heerlijk. Nee, maar waar ik helemaal gek van word, is steeds die ene vrouw naar de andere vrouw. Daarom pleit ik ook, en bij deze wil ik dat statement even maken. Ja? Gewoon bij elk product wat we kopen, bijvoorbeeld vlees, een dierenpaspoort of een productpaspoort. Bijvoorbeeld dat je als koper precies ziet of dat beest antibiotica gehad heeft. Of dat zijn hoorns er wel of niet eraf gehaald zijn. Dat soort dingen allemaal. Dat wil ik graag weten. Gewoon met een paspoort dus. Ja, waar die vandaan komt. Ook als het abattoir binnenkomen, eerst identificeren van oké, dit is mijn paspoort, daar heb ik geleefd. En dan word je geslacht en dan komt dat stempel komt op ja, je... Ja, en dan wordt het systeem ook veel simpeler. Hoef je alleen maar dat paspoort te controleren als instantie. Ja. En als consument koop ik dus bijvoorbeeld een stukje mooi biefstuk. Nou, paspoortje erbij, kan ik precies zien. Bij producten, bijvoorbeeld bij de ert. De ert, ja. Of de nasi. Ja. Dan kan je dat bijvoorbeeld bij de streepjescode... kan je dan zeg maar met je telefoon kijken naar het paspoort van het product. Als je dat hebt, ben je helemaal van het probleem af. Dus ik ga voor het dierenpaspoort. Ja, dierenpaspoort. Kom op, laten we weten wie Bertha de achternaam is. Of wat Bertha de achternaam is. Ja, goed, zo ja. En nee, maar serieus. Ja. Want neem bijvoorbeeld die hoorntjes hè, bij die beesten. Die worden eraf gehaald bij de meesten. Ja. Er is één boerderij in Nederland die dat niet doet. Maar die hoorntjes, als je bijvoorbeeld twee van die hoorntjes hier hebt. Dat zwarte, dat is dood. Maar alles wat wit is, dat is gewoon leven. I know. Dat wordt er gewoon afgeknipt. Het zwart is dood, wit leeft. Ja. Cool. Een goede Zwarte Piet discussie toch? Ja. Het is goed dat we het weten, Pierre. Dankjewel. Ik heb Shai Kreuger, mijn razendreporter, de straat opgestuurd. Ik zeg, nou, Pierre, kom bij me. Stel een leuke vraag die Pierre aanspreekt. En ik ben benieuwd wat ze meegekomen is. Hallo, Shai. Hi, Jurgen. Wat deze boerin niet kent, dat vreet ze niet. En ik vraag me af wat mensen uit principe nooit zouden eten. Zo. Blauwe kaas. Zo, insecten. Ja? Ja. Varkensvlees niet. Waarom niet? Mijn opvoeding was zo. Nou, dan denk ik meer aan insecten. Varkensvlees niet. Plofkip. Dat eet ik niet. Nee? Nee. Kalfsvlees en lamsvlees. Hoezo? Ja, vind ik zielig. Rood vlees? Ja, rood vlees. Waarom niet? Ze eet geen rood vlees. Maar waarom eet deze jonge dame geen rood vlees, Pierre? Is het één? Ja, dan krijg je warm van. Is het twee, dan krijg je love handles en uitslag van. Of is het drie, mevrouw, sorry, maar ik ben toch geen vampier? Het goede antwoord is nummer vier, dat is vanwege de E. coli. Van de E. coli, ja. Ja, want over 10 jaar eten we met z'n allen minder groot vlees vanwege die E. coli. E. coli. Dat is echt het gevaar, ja, echt waar. Ja, maar even coli. De zwarte piet in het... Welke dingen? Ik weet het niet zo. 1, 2 of 3. Of het is, je krijgt de wormen van, of je krijgt de love handles van, of ze is geen vampier. Ja, ik denk, als die mevrouw zo zie van, ik zou 3 doen. 3? Ze geen vampier is? Ja. Laten we kijken wat ze zegt. Waarom niet? Ik krijg gewoon love handles, dat is sowieso. En gewoon, ik krijg rare uitslagen. Ja, uitslagen. Maar had je ook gezegd uitslag? Die stond er niet bij. Ja, ik zei love handles en uitslag. Ja, kom, no, nee, heb ik fout. Eerlijk is eerlijk. Love handles, ja. Ja, love handles. Jij vindt dat leerlingen op de basisschool meer les moeten krijgen over voedsel. En het moet ook geïntegreerd worden in de lessen. Hoe zie je dat? Nou, sinds 93 al heb ik maar één wens. Hè, als ik zo meteen ooit dood ben, dan mag er op mijn grafsteen staan. Missie gelukt of missie... Mislukt. Mislukt. En ik hoop gewoon, ik zou ook in het droomboek daar met die wens... Ja? Dat kinderen verplicht basisonderwijs hebben. In het basisonderwijs verplicht voedingslessen krijgen. Dus geïntegreerd in Nederlands, in rekenen. Bijvoorbeeld reken maar uit hoeveel kilocalorieën er zijn. En ik denk dat dat de oplossing is voor alle... overgewicht, diabetes, allemaal bij jongeren. Dus ik ben echt voorstander van verplichte voedsel. Wat ook belangrijk is, kinderen leren welke keukens allemaal gezond zijn. Je hebt de Aziatische keuken, de Italiaanse keuken, maar dat is volgens jou de gezondste keuken. Nou, ik zou je iets leren wat je hele leven mee moet dragen. Nee, ik wil gewoon antwoord op die vraag geven. Nee, luister. Er is geen recept voor gezond eten.
Het enige wat echt gezond is, gevarieerd te eten en van één ding niet te veel. Het is heel saai, want je dat slaapt bijna gewoon. Al, ja? Maar zo simpel is het. Oké, okay, want CNN had een onderzoek gedaan en die zei dat de Griekse keuken de gezondste keuken was. Ja, vanwege de olie, maar dat zijn cijfertjes. Zijn cijfertjes. Geloof okay. mij nou, echt serieus. Ik geloof je, Pierre. Wat was het dan? Ik geloof je helemaal. Nee, maar wat was het dan? Als je maar gevarieerd eet en niet te veel van één ding. Ja! Ja, dat is het. Oké, okay, nou, goed zo. We stelden die vraag ook op straat. Kijk even mee. Wat is volgens u de meest gezonde keuken? Ik denk de Aziatische keuken. Ik weet niet welke het echt gezondste is. Misschien Japans of zo? Hollandse keuken. Ze zeggen vegetarisch, maar... Ik denk de Aziatische keuken. Toch met veel vis. Ik denk wel Griekse keuken eigenlijk. Ja. Ik denk de Aziatische keuken. Ik denk Japans. Welke keuken is volgens u het gezondst? Oh jee. Maar ze kwam wel met de antwoord. Wat is haar antwoord? Zegt ze 1, en dat is de biologisch-veganistische keuken. Ja. Zegt ze 2, elke keuken. Of zegt ze 3, de bruinzeelkeuken. Ja. Ik denk ze. Ja, volgens mij heeft die mevrouw er niet vaak over nagedacht, maar dit is wel... Jij zou ook bruinzeelkeuken zeggen. Oké, laten we zeggen wat die mevrouw zegt. Oh, dat is 1 dan, of 3 is niet. Ik denk dat alle keukens op zich wel gezond zijn. Het is maar net wat je ermee doet. In alle keukens zitten gezonde en ongezonde aspecten in. Gewoon alle keukens. Ze heeft wel gelijk. Ze heeft wel gelijk. Jij zei het zelf ook. Ja, daarom. Gewoon mensen luisteren naar je. Ja, natuurlijk. Ja, precies. We gaan naar de tweede vraag. Oh ja, sorry, wat was op de uur. We gaan naar de tweede vraag, of naar de laatste vraag inmiddels. Voordat ik dat doe, je houdt je ook bezig met overgewicht bij ouderen, hè? Ja. Vertel eens, snel. Ja, heel snel. Ja, dat is mijn nieuwste ding. Als je onderzoekstaartjes neemt, cijfers... Als je aan iemand vraagt, zeggen we altijd jongeren. Ja. Maar bijvoorbeeld in Den Haag, de helft van de mensen in de ouderen in Den Haag... die lijden aan overgewicht. Ja, maar die zitten allemaal in de Tweede Kamer. Ja, nee. Nee, maar ook in Rotterdam, in Limburg. Het is echt, we gooien alleen maar onze aandacht op die jongeren. Maar de ouderen, die moeten we niet vergeten. De helft van de ouderen is vaak lijden aan overgewicht. En ik heb dus www.slimoud.nl. Ik ben al 1,5 jaar bezig om de ouderen te proberen te stimuleren... tot meer bewegen... En gezonder te eten. Ja. Oké, okay, goed zo. Maar je hebt het gehoord, slimoud.nl. Mijn moeder kijkt. Ja, kikken man, kikken. Ja, goed zo. Wat is het vreemdste wat jij ooit gegeten hebt? Dat is geen varkensanus. Maar nee. Met calamaris, ja. Ja, maar. Calamaris. Nee, maar dat is wat anders. Dat zijn echt de ballen. Ja? Van een stier, dat vond ik echt heel vies. Ik heb van een hengst gegeten. Ja? Ik zat op een manège en daar werd een van die paarden gecastreerd. Hebben ze toen sambal gemaakt van die ballen. Echt? Ja, was echt sambal, was dat echt. Echt sambal, echt sambal, ja. Maar het knarste een beetje, toch? Ja, het was een beetje een soort van een dingen heeft het. Een soort van, ja, raar, het was een beetje organisch kleur, smaakte het. Ja, ik vond hond beter smaken. Heb je hond gegeten? Ja. Nee. Ja, per ongeluk. Nee. Bij de Chinees. Hij zei lekker, hij is een hond. Ik heb hem toen nooit meer eens gegeten daar. Maar ja, mevrouw stelde die vraag ook op straat. Van, wat is het vreemdste wat je ooit gegeten hebt? Kijk even mee. Wat is het vreemdste dat u ooit heeft gegeten? Leguaansoep, dat was wel raar. Schelpaardvlees. Dat is zwanenvlees. En ik vond het best lekker. Ik weet niet meer welke slang het was, maar het was wel heel erg zoutig. Slakken, denk ik. Dat vind ik heel raar. Heb je nog nooit... Waar smaakt dat naar? Ja, een beetje zout. Glibberig. Het vreemdste wat ik ooit gegeten heb is... Wat is het vreemdste wat kleine Joep ooit gegeten heeft? Ja? Ik was ongeveer vergeten. Bij mij was dat placenta. Placenta? Ja. Wat menselijke placenta? Ja. Dat was samen met Giel Beelen toen. Die heeft toen en had ik de mech placenta gemaakt. Oké, sta daar. Placenta, kijk ook konjo zo. Oké, is goed. Ieder heugt zijn meug, Pierre. Ja, je mag van mij. Het is goed. Maar wat is het vreemdste dat deze meneer ooit gegeten heeft? Is het 1? Zegt hij, het zijn korpsballen. Zegt hij 2, dit is een kameelburger. Dan zegt hij 3, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is een zwarte vrouw. Ik denk dat hij gewoon... Wat zou jij doen? Voor 1? Voor 1? Wat was 1? Korballen. Nee, korballen. Nee. U heeft een betrouwbaar gezicht. Zeg het eens snel. 2. Ja, kameelburgers. Kameelburgers. Denk je dat? Wat doe je volgende week? Laten we kijken wat die meneer zegt. Het vreemdste wat ik ooit gegeten heb is een kameelburger. Ja! Ja. Ja! Heb je hard te danken. Nee, zij was het. Oh. Zij was het. Ja, goed. Kik, hè? Die mag je hebben, die is van jou. Dank je. Geef een applaus, dames en heren. Pierre.